Vandaag in BM Talk, de producent die kort na zijn start al succesvolle producties op zijn naam had staan. Na de filmacademie werd hij medeoprichter en producer van Totem Media en Vonkfilm. Hij verzorgde verschillende high-end documentaires, korte films, televisieseries, commercials en wat nog meer. Welkom Isidor Roebers. Ja, dankjewel. Laten we dan even beginnen. Die voornaam, waar komt die vandaan? Ja, ik krijg vaak die vraag. Het grappige is dat mijn ouders heten Hans en Margriet en mijn broer Thomas en Floris. En toen kwam ik als jongste en dacht ik, nu gaan we iets geks doen. Iets exotisch. Ja, en het Isidor is beschermheilige in Griekenland. En ze vonden het gewoon heel erg mooi. Maar het is niet een soort van of ik roots heb ergens. Maar daar komt de naam vandaan. Ik dacht nog, want je hebt een groot deel van je leven ook in Friesland gewoond. Dacht, ja. Nou, misschien daar ergens vandaan, maar dat heeft er dus niks mee. Nee, ik kom niet vandaan. Was wel, mijn vader is kunstenaar, mijn moeder spiritueel lerares. Dus ik ben geboren in Wageningen en toen ik best wel jong was, verhuisd naar Koudum. Waar zij op het gekke idee kwamen om een voormalig middelbare school op te kopen. Mm-hmm. Om daarin te gaan wonen. Dus zeg maar de verhuizing, de combinatie van een kunstenaar vader, spiritueel docent als moeder, wonend in de school en de voornaam Isidor. Sta je wel een paar punten achter in Friesland. Maar wel alsnog wel een heel leuk jeugd gehad. Ik mag geen statements maken, dus daar ga ik ook niet over vriezen en zo. Maar als je vader kunstenaar, meditatielessen van je moeder, is dat ook iets wat je nog hebt meegenomen? Nee, je gaat je natuurlijk juist heel erg tegen afzetten. Dus ik heb echt hele lieve ouders en heel erg gesport. Alleen zeker toen ik puber werd, wilde ik naar Wall Street, ik wilde Nijrode en alleen maar zaken en niet het vrije en het is allemaal goed. Nee, gewoon cijfers. Zeker niet spiritueel. En, nee, absoluut niet. Maar dan word je gaat die puberteit een beetje voorbij en zit het toch ook wel een beetje in je genen om verhaal te vertellen en zo. Maar toen kwam ik achter dat producentschap bestaat en dat je dus ook een soort van combinatie kan vinden dat je wel met verhalen bezig kan zijn en met cijfers. En dat is een soort van een beetje de concessie geweest, waar ik nu heel blij mee ben hoor. Zo'n ideale combi. Ja, want jij studeerde productie op de Filmacademie en richt in het tweede jaar al samen met vrienden Vonkfilm op, dus met andere studenten. Ja. En daarmee maakte je... Nou, het is eigenlijk meteen begonnen, we zaten het eind van het tweede jaar. En wat heel fijn is op de Filmacademie, je krijgt je eigen kantoor. Dus je hebt gewoon een ruimte binnen het pand waar je vanuit je productie kan doen. Dus je hebt eigenlijk, hoe je dat nu zou zien, geen overhead. Na het eind van het tweede jaar wilden we een korte film gaan maken. En ook omwille van BTW en al dat soort dingen leek het ons ook gewoon goed om al een bedrijf te beginnen. Konden we aan naam werken, gewoon weten wat is überhaupt omzetbelasting, hoe werkt het. En een beetje spelen zonder dat we heel veel risico hadden. We waren nog in de goede studietijd. Mm-hmm. En zo is het begonnen, dus met de korte film. Het ging al gauw ook richting commercials, branded content. En toen we waren afgestudeerd, hadden we met twee toenmalige partners ook al homies. Speelfilm gingen ze de productieleiding doen. Dus het groeide eigenlijk een soort van natuurlijk vanaf daar. Maar dat is niet iedereen weggelegd dat zo gaat? Weet ik niet, maar het ging bij ons in ieder geval goed. Maar het is echt heel... We hadden, omdat we geen overhad hadden, geen kosten en studie, konden we het ons wel permitteren. Het was het enige wat gewoon was dat je heel veel aan het werk was. Dus van de ene ging je overdag, stond je op de Filmacademie zetten en dan 's nachts was je weer iets anders aan het doen. Maar met heel veel plezier. En ook gewoon alsnog studententijd gefeest. Dus goede balans. Wat leerde je daar het meest van? Was dat toch het ondernemen? Ja, ik denk dat wel. Want dat op school wordt het minst, krijg je het minste mee. Dus je leert heel erg hoe je op een set, je hebt een verhaal, hoe je het moet maken, hoe je locaties regelt, hoe je decoupages maakt. Maar echt het ondernemen, alleen nog überhaupt cashflow. Dus wat ik net al zei met omzetbelasting, wat we op een gegeven moment het eerste keer uit hadden gegeven. Toen moest 19% destijds nog. Dus al dat soort dingen leer je heel erg en ook... Ja, gewoon al vooruit denken. Dus niet in productie maken, opleveren. En dan zullen we nu iets doen, want dan kun je je rekening niet betalen. Dus daar soort van creatief in worden heel erg van gehad. En natuurlijk je naam opbouwen. Dus dat je afgestudeerd bent, ben je aan het concurreren met allemaal andere producenten die ook afstuderen. En dan heb jij wel wat te laten zien en te vertellen. Ja, en hoe kwamen jullie dan al jullie opdrachtgevers? Ja, via kwam het. Dus we hadden eerst een paar videoclips gedaan. Nog eentje voor Lange Frans destijds. We waren nog bij met z'n allen gearresteerd. Kun je nu niet meer zeggen? Nee. Nee. Toen kon het nog wel. En dat hebben we een paar keer gratis gedaan. En dus een goede naam gemaakt bij Topnotch en zo. En vanuit daar kwam een commercial binnen. En toen nog een commercial. En toen gingen Lea Velsen, die ook onderdeel is van Totem,
die mij ooit heeft aangenomen op de filmacademie. Die werkte toen voor Vice. En Vice en Virtue gingen al groot. Dus eigenlijk toen wij afgestudeerd waren, hadden ze erg behoefte aan nieuwe makers. Het is een soort van natuurlijk gegroeid. Ja, nou, je zegt al, Totem. Want dat kwam op een gegeven moment erbij, Totem Media. Als we dan toch over namen hebben, waar komt deze naam vandaan? De Totem is dus een samenwerking, een joint venture eigenlijk tussen Vonkfilm en NL Film. Die samen hebben besloten om te gaan werken. En een van de redenen ook voor NL Film om dat te doen en voor onszelf, is dat wij die nieuwe generatie makers kennen en ook zelf vertegenwoordigen. Dus eigenlijk gingen we daar binnen kijken van, nou, wat is de sterke naam, wat past hierbij? Een soort van brainstorm sessie gehad. Ik kwam op Totem. En iedereen, heel veel mensen kennen wel Totem Paal. Het komt uit de Indiaanse cultuur. En dat is gewoon een stam vaak met allerlei figuren en dingen erin gegraveerd. Dat is niet een soort van kunstvorm. Maar het zijn eigenlijk generatie op generatie op generatie. Symboliseren die dingen, verhalen van die makers. Dus als je zeg maar zo'n hele paal hebt, dan zijn het verschillende generaties verhalen. Dus eigenlijk een soort van onze makers en die verhalen komen samen in het woord Totem en media. Kun je denk ik zelf wel invullen. Ja, want wat bedoel je daar? Nee. Ja. Maar ja, uiteindelijk dat je dus met Vonkfilm en NL Film, dat zo'n samenwerking vrij gauw eigenlijk na je opleiding al ontstaat, dat is wel uniek. Ja, heel erg gelukkig ook dat we NL, dat we zo'n goede samenwerking met hun vonden. Dus zij waren gewoon op zoek naar een partij. Ja, dus voor de nieuwe generatie makers. En wij waren op zoek van. Dus wij hadden natuurlijk best wel een goed netwerk in branded content en commercials. Alleen om bij RTL, SBS, NPO allemaal binnen te komen. Hadden we ook iets minder de know-how en is het ook risicovol met zo'n klein partijtje iets te doen. Dus wij hadden ook wat baat bij een grote broer. En hoeveel we ook hadden geleerd van het omzetbelasting en dergelijke. Alsnog met contracten die je doet en dingen is best wel lastig. En daar konden zij heel erg bij helpen. Dus het is echt een hele fijne kans geweest die nog steeds heel erg zijn vruchten afwerpt. Want dat was echt wel wat jullie wilden. Je wilde naar de omroepen en de zenders. Ja, dus traditioneel begon ik eigenlijk meer dat ik gewoon film wilde maken. En vandaar ook de filmacademie uiteraard. En daarna merkte ik wel dat ik ook wel een affiniteit met commerciële dus iets. Arthouse ligt mij iets minder, maar gewoon wel films voor een grote publiek. En daar is de televisiewereld vaak ook een grote publiek. En als je daar dan weer je filmische ervaring mee naartoe kan nemen, dan zagen we ook wel dat dat een mogelijk goede combinatie kon zijn. Ja, en je zei net tussendoor met toenmalige compagnons. Want zij zijn een andere weg ingegaan. Ja, klopt. Dus eentje wat eerder, Felix. En daar werken we nu ook weer mee samen. En nog met andere compagnons zijn we ook die is meer op schrijven en andere dingen gaan focussen. Dus zo zijn we eigenlijk soort van natuurlijk uit elkaar gegaan. Maar nog steeds bij NL Film. Als je nu kijkt, want jullie hebben dan een hoop gemaakt in de afgelopen jaren. Van hockeymeisjes, High Cuisine voor Videoland. En jullie hebben voor Vice een documentaire serie gemaakt. Kun je een soort rode draad erin zien? Waarin gaan we Totem Media herkennen? Ja, goede vraag. Ik denk dat we wederom een filmische benadering. Dus je hebt natuurlijk heel veel al televisie, documentaires en volgen. Wat wij echt proberen, is ook met de cameralensen, maar ook met de cameramannen die echt uit de filmwereld komen. Dus een soort van high-end filmische benadering. En documentaire verhalen voor een groots internationaal publiek. Dus zeg maar de echte niche verhalen kunnen ook wel, als het maar een groot publiek aanspreekt. En dat is wat we hebben gedaan en waar we ook ons steeds meer in aan het specialiseren zijn. Dus even als voorbeeld, jullie hebben een documentaire gemaakt over Jet Rebel. Ja. Was daarmee ook meteen bedacht, oké, dit moet interessant zijn voor internationaal publiek? Dat we, bij die was mijn afstudiefilm. Dus daarbij waren we wel aan het kijken van hoe kunnen we nou een documentaire maken. We hebben straks het podium van de Filmacademie. Maar we willen meer podium bereiken. Hoe kunnen we dat doen? En Jet Rebel was toen nog niet de bekendheid die hij had. Maar we zagen het wel in hem. Dus konden we net op het juiste moment hebben we ook. De documentaire gaat er eigenlijk over van zijn rise of fame. Om daarbij te zijn. En dat is ook gebeurd. Want daarna hebben we dus een beter slot op televisie gekregen. Want Filmacademie slot zat ergens om 12:30 s'nachts op van dinsdag op woensdag. En wij hadden meer primetime. Dus al dat soort dingen werken mee. En dat proberen we nu steeds meer onderdeel te laten zijn van wat we aan het doen zijn. Kun je dan ook
merken dat zoiets ook nog een rol kan spelen voor iemand. Zoals Jet Rebel, dat er zo'n documentaire over iemand is gemaakt. Dat is natuurlijk ook een groot compliment dat er zo'n verhaal over je wordt gemaakt. Dat het ook helpt iemand weer een andere zin een boost te geven. Ja, zeker. Absoluut. Dus voor beide partijen is er vaak gewin. We zijn nu bijvoorbeeld een grote serie aan het maken over de nieuwe maanmissies. En daarover heb je dus ook gelijk al die belangen dat een ESA, een NASA, een Roscosmos allemaal belang hebben dat hun verhaal wordt verteld. Dus daarbinnen denk ik dat elke partij is zich daarvan bewust. Ze zijn een grote sportserie aan het doen. En heb je ook altijd te maken. Ziet iedereen in het belang van dat je verhaal naar buiten komt. En dat is de ene kant, dat je er sneller binnenkomt. Maar die mensen hebben ook allemaal een bepaalde visie of iets wat ze graag willen overbrengen. En terwijl je als documentaire maken ook wel wil proberen ze objectief mogelijk te maken. Dus dat is een soort van spanningsveld waarbinnen je aan het opereren bent. Ja, zeker. Als je het zegt, het is een beetje spanningsveld ook. Of is het nou branded content of niet? Is het een echt verhaal? Ja, ja. En dat is bij branded content is dat absoluut zo. Maar dat doen we ook eigenlijk alleen nog maar met Vonk op een kleiner pitje. En met laag pitje. Met Totem zijn we echt verhalen aan het creëren. Wat bijna geen branded content meer is. Maar gewoon echt verhalen die we zelf initiëren en financieren. En zo de markt inbrengen. Maar dan nog heb je bijna iedereen die voor een camera staat, heeft wel een bepaalde intentie daarbij. En dan moet je gewoon de juiste balans vinden. Ja, en waar ben je verder mee bezig? Waar zijn jullie mee bezig? Deze serie dus, met een Amerikaanse studio. Zijn we al 9 maanden aan een pitch aan het werk. Dus de nieuwe maanmissie, dus in 2022 landt er weer een raket op de maan. 2024 gaan er weer mensen naar de maan. In 2028 komen er een kolonie op de maan. Dan willen mensen daar dat je gewoon echt daar kan verblijven om weer door te reizen. En dat hele traject willen we bij zijn over meerdere seizoenen. En dat zijn we dus nu met de partij in Amerika aan het doen. Dus daar zit heel veel aandacht gaat naartoe. Wanneer gaan we dat zien? Eerste seizoen hopelijk in 2023. Waar? Een van de grote streamers. Netflix. Misschien. Amazon. Zou kunnen. En een andere is, ik weet niet of je Narcos hebt gezien? Nee, wel gehoord. Nou, die Narcos gaat over Pablo Escobar. Mm-hmm. En Pablo Escobar is natuurlijk een notorische crimineel. Maar in eerste instantie ook heel erg geliefd door het Colombiaanse volk. Tot op het moment dat hij zijn grote tegenstander, een minister, liet liquideren. In een taxi in broad daylight. En dat is eigenlijk het keerpunt geweest dat hij daarna moest schuilen. Op het moment dat die minister werd vermoord, had hij een zoontje van 8 jaar. Die zonder vader achterleed, helemaal gefrustreerd. En Pablo Escobar is zelf een aantal jaar later ook geliquideerd. Die liet ook een zoon na, Sebastian. Een aantal jaar later heeft die zoon van Escobar, Sebastian Escobar, besloten: ik ga de zoon van die minister, Jorge, een bericht sturen om contact te maken. Het moet moeilijk voor hem zijn en voor elkaar. Hij heeft een brief geschreven en daar stond een van de eerste zinnen was: what do you say to a person whose father killed your father? En dat is eigenlijk een soort van een band hebben zij samen opgebouwd. En heel gaaf, staan een soort van symbool zijn ze nu met z'n tweeën aan het strijden tegen jeugd die in de drugsbendes en de kartels willen in Colombia. En wij zijn de eerste die dat verhaal mogen gaan vertellen. Dus dat is ook wel echt. Maar hoe komt dat verhaal? Wat natuurlijk een fantastisch verhaal. Ja. Dus dan ben jullie terecht. Goede relatie met makers. Dus we doen het samen met Max Gavin en Joost van der Valk. We zijn bijvoorbeeld ook geregisseerd de Formula One hebben ze gedaan. Satudara. Dus ze zijn gewoon heel goed in het vinden van access en relaties opbouwen. En wij zijn dan weer goed in het vinden en dat vermarkten. En zo vindt dat elkaars weg. Want waar wil je dit vermarkten? Bij deze zitten we aan te denken, omdat met Escobar is al heel veel over gemaakt. En er is vaak veel vraag naar, maar wel veel gemaakt. Alleen nu dit perspectief met die zonen is heel uniek. Dus we zitten nu om te kijken, combinatie met eigen geld, fondsgeld en een agentschap. Om het te kijken, zoveel mogelijk zelf te kunnen maken. Om het daarna wel aan te bieden aan de streamer, partij. Inderdaad. En dan hopelijk dat je een soort van bidding war kunt ontketenen. Je zegt nu eigen geld, dat heb je vaker gedaan, maar dan echt je eigen geld erin gestoken.
Ja, het klinkt namelijk nu alsof het allemaal heel erg voor de wind is gegaan, maar het is soms ook wel moeilijk geweest, toch? Oh ja, maar echt. Ja, heel erg. Nou, gewoon, ik bedoel dat met het eigen spaargeld. Dus ja, ik denk ook dat je kan ondernemen alleen maar heel vaak ook op je plaat gaat om vervolgens te leren hoe het wel moet. Dus op een gegeven moment, ja, ik denk dat het echt over 5 jaar geleden of zo, je kan het nogal vinden online. Het is gewoon de cliché dat heel veel nieuws altijd negatief. En ik dacht van, het is ook gaaf om oplossingsgericht nieuws te doen. Als een soort van tegenhanger. Tuurlijk moet het slecht of het gewoon het normale nieuws moet er zijn. Ja. En toen vond ik een, mijn ouders laatst had het blad heette Die Optimist. En die lieten gewoon eigenlijk oplossingsgericht nieuws zien. En dus ik dacht, dat vond ik best wel gaaf. Ik dacht, kunnen we zo een soort van nieuwsachtig iets ook gaan format creëren. Maar ik had zoiets van, als we dit willen doen, moeten we tractie hebben. Dus moeten we een viral gaan maken. En Google maakt dat na het eind van het jaar een soort van video waarin ze zeggen wat er allemaal is gebeurd. Dus wij dachten, we gaan een video maken met alle toffe dingen die er ook zijn gebeurd. Van, volgens mij was het 2016 of 2017. En daar toen privégeld, inderdaad spaargeld ingestoken om dat te maken. En zij hadden 60.000 volgers, wat ik toen echt heel veel vond. En 100.000 mensen op een mailinglist, maar die video werd gereleased. Nou, ik denk dat er een paar duizend mensen naar hebben gekeken. Nou ja, goed, maar daarvoor leer je weer van. En, heeft niet heel veel opgeleverd. Helemaal niks. Het is ook stil en stille dood gestorven. Maar veel opgeleverd, van geleerd. Dus dat heb ik eraan gehad. Ja, wat is dan de grootste les? Want je moet soms gewoon een uitdaging aangaan, toch? Nou, begrijpen dat een video online zet en het laten doen, dat heeft sowieso geen zin. Het is net als dat af en toe het gesprek met mijn vader, die maakt dan iets heel moois, een kunstwerk. En vervolgens kijkt niemand ernaar. En dan is dat frustrerend, maar het zegt niks over het werk. Want als je niet naar galeries gaat en je hebt niet iemand op social media iets gedaan, dan weet niemand dat het bestaat. Dus we hadden gewoon één partij die het online zette. Dat werkte niet. Een andere les was ook inmiddels echt een cliché. Dat je de kijker pak je in de eerste 3 seconden meestal op social media. En wat hadden wij gedaan? We wilden juist negatief beginnen om daarna het positieve te laten zien. Ja, maar de video begint dus met ijsschotsen die naar beneden, massa varkens in de stal. Dus iedereen was toen al afgehaakt. Maar goed. Eigenlijk het hele doel zat niet in de nee, zat niet nee, in het begin. Dus iedereen kreeg een soort van hele grimmige beelden en is daarna doorgegaan. Terwijl daarna al het moois kwam. Maar ja, dat doe je 1 keer en dan nu weten we hoe het wel moet. Ja, nou goed. Daarna kwam ook in andere opzichten ook best wel veel moois. Jullie zijn dus nu met mooie projecten bezig. Ja, waar wil je in de komende paar jaar naartoe? Nou, nog meer denk ik dat we dat high-end documentaires voor een internationaal publiek. Dus echt bij de grote streamers, maar ook studio's. Ik zeg de hele tijd natuurlijk streamers, maar neem niet weg. We zijn nu een heel gaaf project met KRO en NCV aan het doen. Ook de Nederlandse markt is ook belangrijk. Maar ik denk dat wij onze verhalen, zeg maar, voor zo'n internationaal publiek. Vroeger had je niet die kans, zeg maar, om iets te maken dat je zoveel mensen kunt inspireren. Ik heb bijvoorbeeld nu naar Seaspiracy of de Social Dilemma. Dat je, het is best wel gaaf dat je met een verhaal een hele wereldvisie op social media kunt aanpassen. Dus binnen dat streven zijn we ook aan het spelen met de gedachte om om een kantoortje in L.A. en Londen te openen. Dus, en waar ga jij dan zitten? In L.A. Dus, maar niet vast, want Nederland ook. Maar gewoon, het lijkt ons wel gaaf als ook als makers ons kunnen vinden. En dat wij gewoon de contacten hebben in Amerika met de dingen. Dus dat je gewoon je idee kunt doen. We werken nu samen met een partner uit Bunny J in Manchester. En die gaat bijvoorbeeld eens per kwartaal, nu niet met corona natuurlijk, 2 weken naar Los Angeles. Dan gaat hij al zijn contacten af. Dus het lijkt me gaaf om daar 1 jaar, 1,5 jaar naartoe te gaan. Al die contacten die we nu al hebben opgebouwd uit te bouwen, een nieuwe te maken. En dat je dus een soort van hub hebt daar naartoe. Dus het feit dat Totem Media onder Bunny J valt, voor een deel, is natuurlijk, brengt je ook een hoop. Absoluut. Ja, ja. Het is alleen maar heel erg fijn. Het is ook Bunny J is natuurlijk het loze, dat is de grote paraplu. Maar het is echt begonnen bij NL-film, dus zeg maar dagelijks waas heb ik daarvoor mee te maken. Dus met Sabine Briand en Ronald Versteeg, die zijn, zeg maar, zonder hun zat ik hier nu niet. En Kaya Wolfers, die nu bij Amazon is, heb ik, zeg maar, het hele pitch deck. Dus dat is echt, dat is eigenlijk Totem, de ene helft van Totem. En als de bannetje aankomt, dan is het gewoon netwerk, is waar je heel veel aan hebt. Dus die serie over die sporten die we nu aan het maken zijn, dat is een co-productie tussen Totem, Worker Bee in Manchester en voormalig Endemol China. En dus een soort van co-productie
En we hadden dat niet zonder elkaar kunnen doen. En ook, we hadden voor dat project een pilot gefilmd. En ja, een soort van klein partijtje in Nederland. Hoe vind je dan je weg naar het grote geld? En toen waren we in Cannes, MIPCOM of MIPTV. Toen hebben we aan wat mensen van Animal hoger op Food Chain gepitcht. Die vandaag bij BBC. En die zeiden van, nou, dan moet je deze en deze stappen. Toen werden we gelinkt. En dat heeft het mogelijk gemaakt. Dus nu, ook dat je, ja, ze zitten volgens mij in 20 landen met zoveel labels. Dat biedt heel veel mogelijkheden. Zeker ja. Omdat je verhalen hebt die zo internationaal zijn. En qua netwerk en financieel. Ja, ja, ik denk dat financieel is het wel. We hebben natuurlijk heel erg baat bij de hele overheid, dus financial, legal, et cetera. En qua cashflow is een voordeel. Maar het is niet alsof ze ons geld geven om het te gaan maken. We hebben echt vanaf moment 1 ons eigen salaris moeten bij elkaar moeten verdienen. Daarbij moet wel gezegd worden dat als we in het begin moet je iets opbouwen. Als het wat slechter gaat, dan hebben ze bij gesprongen. Maar daar zijn wel contracten dat we dat echt zelf moeten doen. Het is niet hier op je zak geld, gaan we proberen. Het is echt, moet je zelf doen. Ja. Maar ja, het heeft een mooie hoop aan kansen. Ja, nee, zeker. En heel veel succes binnenkort dan in L.A. Dankjewel. Jij bedankt. Tot zover BM Talk van deze week. Bedankt voor het kijken. En wie er volgende week hier aan tafel zit, dat is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer. Tot dan.